Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local en de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik bij het Beters Wijndomein voor een interview met Diederik. Kan je jezelf voorstellen en wat vertellen over je bedrijf? Ik ben Diederik Beker. Ik ben een wijnboer. En in de Betuwe dus, hier op het Betuws Wijndomein. Ik teel hier sinds 2004 druiven. En ik teel niet alleen de druiven, ik maak er ook wijn van. Probeer ik zelf zoveel mogelijk te verkopen. Dus we proberen hier eigenlijk een hele keten in eigen beheer te houden. Met speciale druivenrassen. Proberen we op een duurzame manier te werken. Dus we hebben hier speciale druivenrassen aangeplant die minder gevoelig zijn voor meeldauw, die wat eerder rijp worden en daardoor geschikt zijn voor het Nederlandse klimaat. En we zijn nu al aan het oogsten. Altijd wel een mooi moment, daar werk je toch het hele jaar naartoe. Deze druiven, de Vilaris druiven, dat gaat de nieuwe Lingenparel worden. Hey, en waarom werk je samen met Local to Local? Ik werk samen met Local to Local omdat ik geloof in bundelen van krachten, ook wat betreft afzet en communicatie naar buiten toe. En bij de coöperatie Local to Local zitten eigenlijk allemaal vergelijkbare telers, producenten die bezig zijn met... Om met passie een product te maken. Dus niet voor de grote massa, maar lokale en duurzame producten maken. En dat vind ik gewoon, daar geloof ik heel sterk in. En daarom doe ik mee met Local to Local. En wat verschilt jullie wijnen van andere wijnen? Ja, Nederlandse wijnen zijn sowieso uniek. Er zijn er niet zo heel veel van. En deze wijnen onderscheiden zich, denk ik wel, als ik het zeggen mag, denk ik dat het kwalitatief goede wijnen zijn. Dat blijkt uit keuringen. We zijn gewoon in staat om met Nederlandse wijnen, en dat is niet alleen bij mij, maar ook bij andere Nederlandse wijngaarden, lukt het om op internationale keuringen medailles te behalen. Dus tussen buitenlandse wijnen doen Nederlandse wijnen het gewoon heel goed. Het zijn hele frisse, fruitige wijnen, zuivere wijnen. En daar zijn een heleboel mensen van gecharmeerd. En hier op het wijndomein hebben jullie best wel wat activiteiten te doen. Kan je vertellen wat voor dingen jullie hier allemaal organiseren? Nou, de focus ligt op de druiven. Maar daarnaast doen we ook wat, zoals het dan heet, aanverwante agro-toeristische activiteiten. Dus rondleidingen, proeverijen. Er zijn een heleboel mensen die zijn toch nieuwsgierig naar wijn, en zeker in Nederland. Dus ik wil dat op allerlei manieren laten zien en laten proeven. En dat kan met rondleidingproeverijen, maar ook met lunches en diners in de wijngaard. Open dagen, je kunt van alles bedenken. Hey, nou, dankjewel.